Want we ontwaken met de eerste 3 punten op zak. Hoge verwachtingen waren er. Hè? En dan moet je dan ook maar in zo'n eerste wedstrijd waar zien te maken. Nou, dat doen de mannen van Louis van Gaal door met 2-0 te winnen van Senegal. Nieuws van zojuist is dat 4,2 miljoen mensen de wedstrijd hebben gezien. Alle reden dus om eens online te kijken naar hoe we die wedstrijd hebben beleefd. Kees die tweet daarover. Oh, het ging trouwens over Andries Noppert, vooral op Twitter. Dat wilde ik zeggen. De hashtag Andries Noppert was trending. Vooral om de manier waarop hij antwoord gaf op de vragen bij de interviews. Kees die tweet. Als kijkers mogen we hopen dat Andries Noppert nooit mediatraining zal krijgen. Ik zie hier Henry Bontebal in de studio al knikken. Patrick die ziet de cultstatus van de keeper ook al groeien. En hij tweet. Het is nooit te laat om Andries Noppert premier te maken. Met een knipoog. De meeste aandacht online die ging niet naar de doelpunten of naar die interviews. Maar die ging naar iets heel anders, namelijk trommels. De fans van Senegal die gingen behoorlijk los in het stadion, zoals je hoort op deze beelden. Dit hoorde je zeg maar gedurende de hele wedstrijd. Sportverslaggever van het AD, Sjoerd Mossou, die zat in dat stadion. En hij tweette, ik weet niet of jullie dat op televisie meekrijgen, maar je wordt hier dus compleet gek getrommeld. Krankzinnig. Arme Andries, met weer een verwijzing naar die keeper die zich dus maar moeilijk kon concentreren. Hij deed het dus wel goed. Nou, thuis kregen we dat zeker mee. Sportverslaggever Barbara Barend, die zat voor de buis en die zegt, kan de UEFA de volgende keer die trommels verbieden? In plaats van de One Love Band. Niet te doen dit lawaai. Ik word er bloednerveus van. En Maarten, die zat ook te kijken en die dacht, ik maak er maar een lolletje van. Hij tweette dit. Maar ik zie niet pas dat we in dit stadion spelen. Ja, zou dat nou tactiek zijn van Senegal? Gaan ze even lekker afrijden met die trommels? Ik denk dat dat gewoon cultuur is. Ik bedoel, vroeger hadden we de Vuvuzela een keer gehad. Dat was ook dat je dacht van, wat is dit? Maar dat het afleidend zou kunnen zijn, dat begrijp ik wel, ja. Ja, is die herrie u ook opgevallen? Ja, natuurlijk. Die herrie valt je dan wel op. Aan de andere kant, het is ook wel weer de sfeer in het stadion. En hoe mooi is dat? En ben ik al lang blij dat er echt wel mensen in het stadion waren, blijkbaar. Precies.